Meneer de minister, ik zou u willen oproepen om in eerste instantie duidelijkheid te geven. Ik weet dat u zich laat leiden door de virologen, maar onze scholen snakken naar duidelijkheid. De paasvakantie staat voor de deur en ze willen weten waar ze aan toe zijn. De kans is heel reëel dat de scholen na de paasvakantie niet zullen heropenen. En onze scholen wachten niet op de adviezen, ze zijn al volop bezig met zich te organiseren. Ik denk dat we er rekening mee moeten houden dat deze situatie nog een lange tijd zal duren. En ik zou u willen vragen om toch ook te investeren. Mijn collega Goeman haalde het juist aan van die 12.500 computers. Dat gaat enkel over het secundair onderwijs. Natuurlijk in het lager onderwijs zijn er ook hoge noden. Ik hoor van leerkrachten dat er heel veel leerlingen, of toch een bepaald percentage leerlingen, gewoon niet bereikt wordt. Dat is een heel groot probleem. Er is een grote sociale kloof in ons onderwijs. En we moeten vooral oppassen dat die niet nog groter wordt. Daarom roep ik u op om nog verder hierin te investeren. En ook te investeren in die digitale leerplatformen. Want ik weet dat u zich laat leiden door de virologen. Maar als ik hoor dat het onderwijs een van de eerste sectoren zal zijn dat wordt heropgestart, of die wordt heropgestart, dan slaat de schrik mij om het hart. Er zijn kinderen overleden. Ik zie in mijn eigen stad veertigers op intensieve zorg liggen. Ik zou toch niet willen dat onze leerkrachten proefkonijnen worden. Dus ik zou u willen vragen, investeer zoveel mogelijk in dat afstandsonderwijs. Want ik denk dat dat de komende maanden, zolang we niet kunnen testen en zolang er geen vaccin is, gewoon de realiteit gaat worden. Bovendien is de kans groot dat we in november met dezelfde problematiek gaan worden geconfronteerd. Dus ik vraag u met aandrang, investeer hierin, dat is in het belang van de veiligheid van onze leerkrachten en onze kinderen. Tot nu toe mochten de leerkrachten ook geen punten meer geven. Er werd alleen leerstof herhaald. Ik zou u willen vragen om ook na de paasvakantie hier verandering in te brengen. Kinderen kunnen perfect van thuis uit taken maken die inleveren. Daar kunnen punten worden op gegeven. Dat zal die kinderen motiveren. En dat zal ook bijvoorbeeld voor permanente evaluatie en zo verder een zeer welgekomen zaak zijn dat er punten bij komen. Ik zou u ook willen vragen, meneer de minister, u spreekt in de media over pre-teaching, of u in het Nederlands eens duidelijk wilt aangeven wat daarmee bedoeld wordt. Dan, dat is eigenlijk voor het leerplichtonderwijs, ook in het hoger onderwijs zijn er veel problemen. Ik heb gehoord dat vandaag ook de Universiteit Antwerpen inspanning heeft gedaan, de UGent, ook de KU Leuven. Dus betreffende de huur van de studentenquoten zou je misschien kunnen zorgen dat er een soort van uniforme aanpak komt, zodat eigenlijk het voor alle studenten duidelijk is wat er kan gebeuren. Bovendien zou ik voor het hoger onderwijs ook willen vragen dat u toch kan bijvoorbeeld ook flexibel zijn met de start- en einddatum van het academiejaar, zodat er toch nog, als er tijd zou overblijven, die maximaal kan worden benut. Ik wil nog eens heel duidelijk stellen, zoals ik dus ook al gedaan heb, dat wat ons betreft volksgezondheid moet primeren, zelfs op onderwijs, zelfs op economie. Dus eerst en vooral moeten we zorgen dat onze leerkrachten veilig kunnen zijn, vooraleer dat er nog maar wordt gesproken over een heropstart. Hebt u al plannen, eventueel mocht er toch een heropstart zijn, wat er zou gebeuren als er plots hele grote getallen leerkrachten zullen uitvallen? Ik heb u niet horen zeggen of u ook een extra budgettaire inspanning zal doen voor het lager onderwijs of daar voor de technologie, zowel de platformen en de computers bijvoorbeeld. Ik vind het heel goed dat u ook zegt dat alle studenten en leerlingen zullen recht blijven hebben op een herkansing, want dat is ook een grondrecht, denk ik, en dat is ook wat de studentenvereniging vraagt. Dus dat is zeer positief. Ik wou nog heel even van de gelegenheid gebruik maken om een oproep te doen. Onze artsen, specialisten in opleiding, die zitten nu in de vuurlinie. Die doen heel hard hun best en die ondersteunen onze ziekenhuizen, maar die hebben een slecht sociaal statuut. Van het moment dat die uitvallen of op het moment dat ze op technische werkloosheid worden gezet, krijgen die niks. Die hebben geen recht op geen enkele vergoeding. En ik zou toch willen pleiten om deze studenten, die toch wel een zeer cruciale rol vervullen nu in onze ziekenhuizen, om die toch een beter sociaal statuut te geven.